Slecht nieuws. Ik sta hier en mijn drone hangt in die boom. Het is 4 uur 's nachts. Ik lag zo lekker te slapen. Maar er rijdt zo een taxi voor en dan moet ik instappen. En het heeft gesneeuwd. Volgens mij heeft Kai nog nooit sneeuw gezien. Hey Poes, kom eens. Ga je mee naar de sneeuw? Het sneeuwt ook nog. Nee? Geen volgend jaar. We zijn in Landry. Na 100.000 uur in de trein zijn we aangekomen op ons wintersportbestemming. Nou, winterbestemming. Het is warmer dan in Nederland. Inderdaad. Helemaal geen sneeuw. Heb je er zin in? Ja, maar ik heb ook zin dat het dan wit is. Dat was wel leuk geweest, hè? Ja. Het is een beetje wit. Heb jij er zin in? Ja, ik heel veel. Maar moet je even kijken naar skis, kampeerdoener. We zijn vanmorgen dus om 5:15 vertrokken met de trein. Ik heb best een lekker tukje gedaan in de trein, maar ik voel me niet topfit. Waarom gaat voorin? Dan kan je een filmpje. Ja. We zijn er nog niet helemaal, we moeten natuurlijk nog de berg op. Als je trouwens wel benieuwd bent naar de treinreis, moet je even de vlogs van Martijn en Martine bekijken. Dat was namelijk ook heel leuk. Nee, ik snap het niet. Er is hier geen sneeuw. Nee. Waar gaan we straks skiën dan? Nou kijk, zie je? Daar ligt sneeuw. Komt dus een kok iedere dag ons avondeten koken. En dat was in het begin een beetje ongemakkelijk, want er staat iemand in je huisje terwijl jij hier aan het chillen bent. Maar het begint nu zo lekker te ruiken. Het is 10:00, nog een beetje vroeg, maar de reis heeft er wel ingehakt. Ik ga gewoon heel lekker slapen. Morgen gaan we behoorlijk vroeg weer opstaan. Want skiers willen natuurlijk fanatiek vroeg gaan skiën. Ik ga niet skiën. Ook dit jaar ga ik niet skiën. Ben je er klaar voor? Ja. We zijn wakker soort van en we gaan nu naar iets toe. Focus! Martine, wat gaan we doen? We gaan nu naar Paulette om de vouchers die zij uitgeprint heeft op te halen waarmee wij skis kunnen huren. Die brengen we dan naar de skiverhuur, dat is dan nog weer een bochtje naar beneden. En dan wandelen we weer terug en dan gaan we lekker even opwarmen en dan om 1:00 gaan we lunchen onderaan de berg. Lekker! Joost en Jesse. Hoe is de sneeuw? Arjen. Gaat ie hoor. Zo, ik heb echt super lekker gedoucht. Eindelijk mijn tanden kunnen poetsen. Wel een kleine watersnoodramp veroorzaakt. De skiers komen zo terug voor een lunchpauze. Dat is de enige
maaltijd die we wel zelf moeten verzorgen. Ga je weer lekker skiën? Ja. Marinus gaat voor het eerst in jaren weer skiën. Ja. Oké, is goed gekeken. Doei Bram. Doei. Voorzichtig, hè? Ja, doe naar de volgende. Dronen. Oh ja. Maar, zet hem op, hè. Oké, iedereen zit in de lift. Het is nu 2:30 en ik ga even nog wat mooie shots maken en dan ook naar huis. Wat een heerlijke, relaxte vakantie. Ik heb super erg naar uitgekeken. En ik merk ook dat al die weidse uitzichten ook me heel rustig maken. Dus dat is echt heel lekker. Slecht nieuws. Ik sta hier en mijn drone hangt in die boom. Gelukkig niet 7 kilometer verderop, maar ik kan er ook niet bij. Kut. We zijn onderweg naar de receptie om te vragen om een ladder. Ik kan moeilijk inschatten hoe hoog die hangt, of het 5 meter of 10 meter is. Ik heb een ladder. Hij is 4 meter hoog en ik heb natuurlijk best wel hoogtevrees, dus Arjen gaat proberen erin te klimmen. Wat hebben we nu geleerd, Bram? Niet in de buurt van bomen vliegen. Wist ik eigenlijk al. Hij is echt veel te hoog voor deze ladder. Ah, fuck. Ik heb een idee. Zit hij? Nee, ja, nee. Die zijn nog ver, hoor. Ze hebben mijn skistok ook in de boom gegooid. Ja, gaat lekker vloggen, van. Als we hier nou gewoon proberen een tak te pakken en dan trekken zo. Oké, niet gelukt. Ladder is veel te kort. Gooien lukt niet. Klim is te eng. Morgen gaan we proberen met een touw. Engage drift. Bullet chain is aan. Shake. Shake. Increase fiber pipe. Quasi ring to one. Night clutch. Set hover plunger. Deflate stun cycle. Oké, het gaat gebeuren. Onze kok Erwin is ook klimmer. We hebben een ladder gevonden. En Erwin gaat nu 8 meter hoogte bomen klimmen. Ja, ik hoop niet dat hij valt. Moeten we de rest van de week zelf koken. Wat denken jullie, jongens? Ik denk dat je een sukkel bent, dat je je dure drone in die boom hebt gehangen. Ja, tuurlijk komt die eruit. Kijk dan. Oh shit. Oké, iemand moet hem opvangen. Daar komt hij.
Is hij stuk? Ja, hij is wel redelijk stuk. Nee. Oh nee. Ik denk dat hij nog heel is. Nu er weer nog heel de boom uit. Als hij nou doet, is het helemaal feest, maar in principe dit is al... Nu kan je hem nog verkopen aan een argeloze marktplaats bezoeken. Ja, en het SD-kaartje met de beelden van de eerste dagen. Super bedankt alvast. Hij is niet helemaal stuk, maar goed, hij is uit de boom. Materiaal is gered en ik denk dat hij wel gerepareerd kan worden. We gaan lunchen beneden in het dorp. Jesse en Joost hebben net lekker geskiet. Doak en Marinus hebben net skiles gehad. Ging het goed? Nee. Ben je gevallen? Ja. Deze pijn? Ja, gevallen heeft een probleempje met zijn knie. Ja. Oh. Maar het is niet ernstig. Kusje erop. Martijn loopt een beetje moeilijk. Maar hij is nu voor het eerst niet degene die het moeilijkst loopt. Ik ben lekker in bad geweest met Jesse en de kok staat er weer heerlijk te koken. Wat een held. Het is hier de hele dag mooi, maar op dit moment is het eigenlijk het allermooiste. Als er een soort lage mist hangt met zonsondergang. Het heeft vannacht een klein beetje gesneeuwd, maar nog niet echt wat de skiers hadden gehoopt. Ik zei lage mist, maar eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon de wolken. Gaan we doen? We gaan naar de voucherbar. Woe! We hebben niet 1, 2, 3, 4, maar wel 12 vouchers. Gratis shot voor wodka. Dat is 3 shots per man. We gaan een wodkaatje drinken. 4. Ja. Het is 3 uur 's nachts. We hebben keihard gepartied. Niks, geen orgie. Ja? En je knie moet je een beetje naar buiten draaien. Je kijkt, je hebt 1 punt daar. Bijvoorbeeld dat kleine wolkje. Oh. Ik wil je worst. Is die lekker? Ja. Dit is van problemen. Een gebruiksaanwijzing. Hé? We gaan een stukje wandelen, want Martine, Martijn en ik zijn nog helemaal niet buiten geweest vandaag. En Doak gaat mee om te sleeën. Het zit allemaal in mijn shirt, ik ga maar naar binnen. Oh! Oh. Is dit slim? Medium. Jij hebt een dagelijkse vlog over onze skivakantie, hè? Ja, klopt. Waar kunnen mensen die zien? Dus ik heb een heel stomme naam. Dat ik, ik kan wel een linkje in de bovenhoek doen. Daar zo. Ja, ja? Of daar. Ja. En heel anders weer dan die van Martine, ja. Die ook een dagelijkse vlog heeft. Zou ik echt? Ook wel even een linkje doen. Ah, sympathiek. Was leuk. Voelde jij je ook weer 12? We moeten terug. Oh, kut, we moeten terug. Ja, ik vond het ook met 12. Martine roept ons. Het sneeuwt nu echt keihard. En het wordt zo donker, zegt Martine. Dus we moeten snel terug. Maar hoe komen we ook weer thuis? Want we zien de weg niet meer. Hulpie.
In onze cultuur bestaan er wel ouderwetse denkbeelden dat mannelijke homoseksuelen wat vrouwelijk kunnen zijn. De grote meerderheid van de homoseksuelen past niet in dit beeld. Het zijn gewone mensen. Het is een spannende dag, want ik ga zoiets doen waar ik eigenlijk al sinds mijn wintersport vorig jaar tegenop zie. Omdat ik het gewoon super eng vind. Ik heb heel erg hoogtevrees. Maar ik wil het gewoon echt een keer proberen. Misschien dat ik zo huilend en schreeuwend in de vlog zit.